Goedendag, in deze Sportclub Rijnmond zie je in omgekeerde volgorde FC Dordrecht, de honkbalplay-offs en voetbal uit de topklasse. Maar we beginnen natuurlijk met Feyenoord. Want wat niet iedereen weet is dat er gisteren twee keer tegen PSV is gespeeld. Die ene wedstrijd ging, zoals je weet, in het Philipsstadion met 3-1 verloren. Het andere duel werd in de achtertuin van Kevin Hofland gespeeld. Want je zal maar drie zoons hebben, waarvan er twee voor PSV zijn en één voor Feyenoord. Hofland was ooit verdediger van de club uit Eindhoven en de club uit Rotterdam. Tegenwoordig is hij jeugdtrainer bij PSV. Sahin gaat de vrije trap nemen. De bal blijft hangen en Feyenoord komt op 3-0. Via Hofland. Laat me los. Zo. Voetballer Kevin Hofland van PSV is de komende twee maanden nog uit de running. De operatie aan zijn enkel, die gepland stond, gaat niet door. Kevin Hofland is in juni 36 jaar geworden. Toch is hij al bijna 4 jaar gestopt als profvoetballer. Met zijn gezin is hij teruggekeerd naar zijn geboortestreek in Limburg. En in zijn tuin heeft hij een trapveldje met een PSV en een Feyenoord logo. Ik wilde er wel iets in hebben van een logo. En ik kreeg natuurlijk heel veel commentaar van mensen. Waarom geen Wolfsburg en waarom geen Fortuna? Alleen ik heb die logo's niet uitgekozen. De jongens, zoals je ziet, PSV en Feyenoord fan. En dat is hun trapveldje, dus daarom liggen die logo's erin. Vroeger, toen ik in Barendrecht woonde, toen voetbalde mijn vader bij Feyenoord. En toen, ja, toen vond ik gewoon een mooie club. Ja, het is zijn eigen keuze, maar ik blijf bij PSV en hij blijft bij Feyenoord. En soms hebben we dan een beetje een discussie over wie de beste is. Perfecte omstandigheden hier in Bingelraden, de tuin van Huize Hofland, waar het broer Hofland tegen de broers Hofland is. Levi en Dylan zijn dat ook natuurlijk goede spelers. Daar is de eerste kans. Milan met een schot van afstand dat naast gaat. Bijna de goal voor Feyenoord. Bijna de 1-0. Milan met het schot en de goal! Ja! Milan met de 1-0. In de periode dat Kevin Hofland bij Feyenoord speelde, was zijn zoontje Milan erg ziek. Mede om die reden heeft Hofland bij Feyenoord niet gebracht wat iedereen ervan verwacht had. Ja, weet je, je doet je werk en ik moet zeggen, daar heb ik echt heel veel medewerking van Feyenoord aan gehad. Ik mocht zelf weten of ik kwam trainen. Maar ik wilde wel. Ik wilde wel onderdeel zijn van dat team. Ik stond onder contract. Ondanks dat ik niet speelde, vond ik wel dat ik meerwaarde had voor de groep. En dan vond ik ook dat ik het me daar moest laten gelden. Alleen ja, als je achteraf gaat nadenken. Ik heb natuurlijk twee periodes gehad met hem. Eén keer een goedaardig gezwel weggehaald en daarna het hart. Je doet op een gegeven moment alles op de automatische piloot. Of dat slim is geweest, weet ik niet. Ik heb daar wel slechte wedstrijden ook doorgespeeld. Maar goed, ondanks dat, ik had wel zoiets, ik moet daar staan. Ik kan die jongens helpen, dus moet ik het doen. En op een gegeven moment merk je wel dat je tank leeg is. Het kost heel veel energie. Je weet niet wat er aan de hand is, je weet niet wat er gaat gebeuren thuis. Dus je zit in heel veel onzekerheid. En ja, dat neem je toch mee. En je zit alleen maar te denken en te malen. En dat vind ik wel fijn. Nog steeds contact ook wel met Gio, met Roy. Die hebben mij daar enorm in gesteund. Strafschop voor PSV, Dylan. Kan hij het hoofd koel houden? Daar komt zijn aanloop en hij schiet hem ernaast! Dat is lekker zeg. Wat faalt die Hofland junior. Milan met het balverlies namens Feyenoord. Oeh, dan kom je in de problemen. Ja, daar is het doelpunt van PSV. En wat een fout daar toch achterin bij Feyenoord. Hofland won met Feyenoord in 2008 nog wel de KNVB-beker. Maar voor de rest was er op sportief gebied veel tegenslag. En als dieptepunt het ontslag van trainer Gert-Jan Verbeek. Met name Hofland werd gezien als een van de initiatiefnemers in deze affaire. Ja, ik merkte ook wel wat er allemaal speelde intern. Hè, bij mensen, materiaalmensen, noem maar op. En ik wil gewoon, op dat moment, dat heb ik nu nog steeds als trainer ook, ik wil dat er een team is. En een team is niet alleen de spelers, maar alles eromheen. En als dan mensen op een bepaalde manier aan de kant worden gezet, ja, dan neem ik mijn verantwoordelijkheid en dan zeg ik dat. Ja, en uiteindelijk gaat het natuurlijk helemaal de verkeerde kant op, wat wij ook niet wilden. En heel veel mensen schetsen het beeld dat wij geen krachttraining wilden doen als ouderen. Nou, dat is onzin, dat hebben wij ook gedaan.
Maar wij hadden wel bepaalde vraagtekens over bepaalde trainingsmethodes. Hè? Of je alles een jongen van 19 hetzelfde moet laten doen als een jongen van 31. We hebben ook een aantal keren met hem gesproken. Alleen ja, op een gegeven moment is het niemand te houden. Alleen ik denk dat het iets te vroeg voor hem is gekomen. Als je nu ziet hoe hij het in Duitsland weer doet, ja, prima. En ik gun het hem ook. Maar het is wel zonde tot het in dat jaar is gebeurd. En tot ja, goed, eigenlijk in min of meer door mij geschoten werd. Maar goed, ik weet als voetballer zijn, je hebt de mooie kanten en je hebt de minder mooie kanten. En ja, dit is voor mij ook een leerschool geweest. Individuele actie van Milan Hofland. Ja, individueel. Hij moet het ook alleen doen, hè, tegen zijn twee broers. Is altijd in het nadeel. Hier de actie. En hij tikt hem binnen. Wat een goal. En dat was de 3-1 voor Feyenoord. In je eentje. Knap gedaan. Een prima resultaat. Nou, is toch heel leuk, hè, zo'n Feyenoord-overwinning. Gaan we kijken in de topklasse. Daarin nam RVVH het zaterdag op tegen FC Lisse. Excelsior Maassluis ging op bezoek bij Barendrecht. Maar we beginnen op Sportpark Het Slot met Capelle tegen Stedoco. In een mum van tijd krijgt Capelle zijn eerste kans tegen Stedoco. Joey Klein vindt Jordao Patinama, maar hij heeft te veel tijd nodig en haalt er slechts een corner uit. Capelle begon het seizoen vorige week met een gelijkspel tegen Scheveningen en Stedoco verloor de eerste wedstrijd met 4-0 van Barendrecht. Uit de corner krijgt Capelle nog een kans, Joey Klein met de kopbal. Toch duurt het 75 minuten voordat Capelle scoort. Kai Blokland met een prima kopbal en hij zet de ploeg van Tom van Bremen op een 1-0 voorsprong. En dat is gezien het spelbeeld volledig terecht. Kai Blokland naar Gert-Jan Rotman. En via Quincy Oosterom komt de bal terecht bij de ingevallen Smirnov voor Jordao Patinama. Met een klein beetje geluk komt hij er voorbij. En bij de tweede paal is het Olaf van der Zanden die met zijn tweede competitietreffer het duel in het slot gooit. Capelle wint met 2-0, heeft een goede competitiestart. En Stedoco blijft na twee wedstrijden steken op 0 punten. Ik denk dat het qua kans een beetje gelijk was. En qua veldspel moet ik zeggen dat zij iets makkelijker elkaar konden vinden. Maar er had in ieder geval een punt voor ons ingezeten vandaag. En ja, ik vind het jammer dat dat niet gelukt is. Dit soort wedstrijden horen wij gewoon te winnen. En we hebben gelukkig gewonnen. Dus ja, we zijn enorm blij dat we die 4 punten hebben, uiteraard. Dan Barendrecht tegen Excelsior Maassluis. Barendrecht komt na 20 minuten op voorsprong. Door deze prima goal van Melvin Winterberg. Beide ploegen zijn tot op dat moment aan elkaar gewaagd. Maar 5 minuten voor rust komt daar verandering in. Mendes Moreira wordt neergelegd door doelman Mark van Splunter. En hij weet het dan allemaal al te goed. Rood voor de keeper van Barendrecht. En zo te zien heeft hij zelf ook last. De rest van de wedstrijd is Excelsior Maassluis de baas op het veld. Maar profiteert daar pas 20 minuten voor tijd van. Niels Redert vindt Vincent van den Berg. En die verdient een strafschop. Een swalbe volgens Jeffrey Aerts. Maar de bal gaat op de stip. Stefan Kruithof achter de bal. En hij schiet feilloos binnen. 1-1 en dat is ook de eindstand. Tot slot FC Lisse tegen RVVH. Dat in de uiten nu speelt. Het zwart met wit. Vorige week won RVVH nog verrassend van kampioen Kozakkenboys. En ook nu komt het op voorsprong. 20 minuten voor tijd. Renzi Baradas met zijn tweede treffer van de competitie. En RVVH lijkt weer een stunt uit te gaan halen. Slecht gekiept natuurlijk ook. Maar daar zullen ze bij RVVH maling aan hebben. Toch komt die stunt er niet. In de blessuretijd wordt de bal erin gepompt. En scoort Srilio Seintje met deze fantastische omhaal de gelijkmaker. 1-1, dat is uiteraard ook de eindstand. En deze treffer verdient een herhaling. Lisse komt op 1-1. Geweldig doelpunt van Srilio Seintje. Mooie goal. Straks is er meer voetbal, want dan gaan we naar de Dordtse Krommedijk. Nu kijken we naar honkbal. Want de opdracht voor Neptunus was dit weekend duidelijk. Om de Holland-series te bereiken moest er 3 keer worden gewonnen van koploper Amsterdam. Vrijdag en zaterdag lukte dat op bezoek in de hoofdstad. Gisteren stond in Rotterdam de allesbeslissende 3e wedstrijd op het programma. De inzet is dus simpel. Wie wint,
speelt de finale om het kampioenschap tegen Kinheim. Dit is de startende werper aan de zijde van Amsterdam, Kyle Ward. We zitten in de tweede inning met aan slag Dwayne Kemp. Die raakt deze bal lekker. Een honkslag voor Kemp. Brengt daarmee Christian Diaz en Benjamin Dille over de thuisplaat. En zo leidt Neptunus al vroeg met 2-0. Dan maken we een sprongetje naar inning 6. Barry van Driel komt daarin Kenny van der Branden aflossen op de heuvel. De stand is intussen 2-1. Eerste en tweede honk bezet. En op deze klap van Nooy gaat er dan worden gescoord. Draaier brengt de stand op 2-2. Erger wordt de schade niet, want hier is de tweede nul op het derde honk. En de derde nul op het eerste honk. Dus komt Neptunus zonder veel verdere schade uit die zesde inning. Neptunus dan in de gelijkmakende zesde slagbeurt. Deze bal is goed. Stuitert over het hek. Dat betekent dus een tweehonkslag voor Christian Diaz. Benjamin Dille komt daarna met een opofferingsstootslag op het eerste honk. Diaz schuift op naar 3. En aan slag eerste honkman Rien Vernooy. Een dubbelspel geprobeerd bij Amsterdam. Dat komt er niet uit. Dille gaat wel uit op 2. Maar belangrijker, Diaz kan scoren. Brengt de stand op 3-2. Dat betekent het einde voor werper Ward. Zijn opvolger Burgersdijk geeft 4 wijd aan de eerste twee slagmensen die tegenover hem komen, gaat er ook gelijk weer af. En diens opvolger Blok moet deze klap van Stijn van der Meer incasseren. Stelt Vernooy in de gelegenheid te scoren. En de marge is weer 2. 4-2 wordt het. Maar opgeven doet Amsterdam niet. Blijft ongemeen spannend. Inmiddels is duidelijk dat Kinheim heeft gewonnen van Pioniers. En dus weet de verliezer van deze wedstrijd dat het seizoen erop zit. Urbanus, de man die op het tweede honk is gekomen. Kevin Kelly is inmiddels de pitcher van Neptunus. En dan Berkenbos, een honkslag voor hem. Urbanus over de thuisplaat. En zo wordt het 4-3. Draaier. En ook een honkslag voor hem. Ze raken ze nu wel heel makkelijk bij Amsterdam. Kelly daarom ook van de heuvel gehaald door Evert-Jan het Hoen. En reliever Jorian van Akker moet het doen in de slotfase. Zijn eerste klus heet Bas Nooy. En die krijgt 3 slag. Dat is 0 nummer 2 in deze laatste inning. Nog 1-0. Maar wat is de druk groot op Van Akker. Alle honken zijn bezet. Aan slag Rashid Gerard. En dit moet de derde nul zijn. Dille is op tijd. En zo wint Neptunus. Is de regerend landskampioen geplaatst voor de Holland-series. Maar wat was het ontiegelijk spannend. Ja, het was bizar. Het was heel spannend. Van der Branden, onze pitcher, gooide goed. Hun pitcher, Kyle Ward, gooide ook heel goed. Allebei de slagploeg hadden niet zo heel veel kansen eigenlijk. We kwamen goed voor. Toen kwamen zij toch weer terug. En het bleef een beetje heen en weer gaan. Dus heel spannend. Als ik jullie een beetje heb leren kennen, dan gaan jullie eerst een kleine achterstand opdoen in die Holland-series. En daarna gaan jullie het beste van jezelf laten zien. Ja, liever niet. Liever niet. Het liefst win ik in 4 wedstrijden. Maar Kinheim, in de playoffs hebben we 2 van de 3 verloren. Het is gewoon een goed team. En we zullen voor elke nul moeten vechten en voor elk punt moeten vechten. De finale om de titel gaat dus tussen Neptunus en Kinheim. Wie het eerst 4 wedstrijden wint is kampioen. Het eerste duel wordt gespeeld op zaterdag 12 september in Rotterdam. Keren we nog een keer terug naar het voetbal. Want na de 7-0 nederlaag tegen NAC boekte FC Dordrecht afgelopen vrijdag een prima 1-0 overwinning op FC Os. Na 5 wedstrijden in de eerste divisie lijkt het seizoen in de eredivisie alweer mijlenver achter ons. Wij gingen langs aan de Kromme Dijk om te zien of ze het missen, het voetbal op het hoogste niveau. Missen is club, ja? Ja, je moet daar je fiets in zetten en of lopen met je fiets aan de hand, maar niet fietsen. Ik begrijp het. Ja? En anders staan inzetten. Ja.
Vorig seizoen was iedere wedstrijd hectisch. En nu is het eigenlijk rustig. Hier heb ik geen ene keer volgestaan, tot nog toe. En ik kom vanavond ook niet vol. Oké, jongens, ik zie je al dadelijk wel. Ja, lekker. Ja, tot in de pruimentijd. Kees, er komt er weer. Nog één. Vorig jaar stond het al vol. Maar ja, toen speelde je tegen Eredivisie natuurlijk. Hè. Tegen Ajax, Feyenoord, PSV, noem maar op. Ja, er staan geen wagens meer van 2,5 of 3 ton. Hè. Van die grote jongens van Amsterdam komen. Hè, Marco van Mas. En dan staat er. En dan staat mijn wagen hier voor 750 euro staat buiten. Hey, maar ja, verschil moet er wezen, zeggen ze. Over het algemeen was het wel leuk. Het is weer heel wat anders. Hè. Je krijgt een heel andere ploegen op bezoek. Hè. Feyenoord, Ajax, Den Haag. Oh. Hi, goedenavond. Heb je een mooi jasje in? Wat zeg je? Jongen, wat een deftig jasje. Nou, hè. Jongen. En nu hebben we... Ja, wat hebben we nu? Topos, Volendam, Eindhoven. Maar dat is ook niet meer, dat is ook best wel leuk hoor. Plus toen ze nou af en toe eens kunnen proberen te winnen. Vorig jaar had je weinig kans. Ik moet zeggen, bij de Eredivisie was op een bepaald moment de spanning of je kon gaan winnen of verliezen was weg. Omdat de kans dat je ging verliezen 80% was. En hier heb je, ja, hier kan het alle kanten op gaan in de Jupiler League. Je kunt dik verliezen zoals we bij NAC deden. En ik hoop dat we ook nog een keer met 5-6-0 kunnen winnen ergens. FC Dordrecht! Er wordt twee keer iemand onderuit gehad en nog. Het is leuk om die grote naam op visite te krijgen. Hier op de Kromme Dijk. Ja, voor de rest, ja, we missen. Nee, niet echt. Dat wij als clubje dat konden halen, dat was fantastisch. Als je dan kijkt hoe de uitvoering van de Eredivisie was. Met een soort tombola van dagen en tijden waarop je moest voetballen. Nou, dat is me heel erg tegengevallen. Ik heb liever het ritme van een vaste dag, de vrijdag, en een vast tijdstip, dan dat alles eromheen rommelt. Dat je om 1 uur in Groningen moet zijn op een zondag voor een uitwedstrijd, nou ja, dat vind ik moeizaam. Ik bedoel, dan wordt alles in feite gedicteerd door wat Fox wil. En dat is, dat merk je minder in de Jupiler League. Dit is leuk, maar als jij maar 1 of 2 doelkansen in een wedstrijd krijgt, zo bij de Eredivisie, ja, dan begint dat op een bepaald moment begint dat langzamerhand te vervelen, laat ik het zo noemen. Ik denk als je net aan iedereen zou vragen dat het weinig uitmaakt, of dat het nou Eredivisie is of Jupiler. Maar misschien dat het merendeels wel zou zeggen inderdaad gewoon Jupiler. Het gaat mij gewoon puur om de gezelligheid, of dat het nou de Eredivisie is of de Jupiler ligt, dat maakt mij gewoon niet uit. Vorig jaar was de spanning op alles, op heel de organisatie, eigenlijk op iedereen een beetje, niet veel ontspannen, ergens is beter, maar ja, het is dan even een avontuur geweest, het was wel even leuk. 1-0 nog steeds. Nog steeds 1-0, als je maar blijft, dat is prima.
En ze leefden nog lang en gelukkig aan de Krommendijk. Tot zover Sportclub Rijnmond voor nu. Vrijdag zijn we er weer met FC Rijnmond. Dan komen we weer eens een keer uit Café Verschoor in Rotterdam-Delfshaven. Net als in juni en juli. We nemen de uitzending op om 1 uur. Je bent van harte welkom. En om ongeveer 5:30 is hij op tv. Tot vrijdag.